Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Deze video is in samenwerking met Action Nederland. En ik ga vandaag naar de Action toe, want ik ga eens eventjes kijken wat voor leuke dingen ze daar hebben om de tafel voor kerst te decoreren. Marco en ik zijn nu stiekem langzaamaan een beetje in de kerstsfeer en dat willen we eigenlijk nog iets meer komen. Dus heb ik bedacht dat we een soort mini pre-kerstdineetje gaan doen op zondag met z'n tweetjes. En dan wil ik ook gewoon de tafel helemaal leuk aankleden en dat het totaal gezellig is in huis en een beetje in de kerstsfeer. Ook zodat we al een beetje een idee hebben hoe we dat gaan doen met de kerstdineetjes die we wel echt rond de kerstperiode hebben. Dus daar heb ik vet veel zin in. En daarvoor ga ik eerst naar de Action toe. Action heeft super veel leuke en betaalbare dingetjes. En ze hebben ook heel veel om de tafel leuk te decoreren als het goed is. Nou jongens, ik sta voor de Action. Dus ik neem jullie eventjes mee. We gaan kijken of ze leuke dingen hebben waar ik wel van overtuigd ben eigenlijk. We gaan lekker kaas fondueën waarschijnlijk. Mega veel zin in. Wordt gezellig. En hier is die dan. Let's go! Nou, zoals je ziet hebben ze echt ontzettend veel hele leuke, super kerstige items al voor in huis. En echt zowel om overal in je huis te hangen als echt voor je tafel. Zoals deze super grappige mokken en bijvoorbeeld ovenwanten, tafellopers, van alles. Ik vond het heel leuk om even een kijkje te nemen. En ik heb echt wel een heleboel toffe dingetjes kunnen uitzoeken. Maar het was best wel lastig kiezen, moet ik zeggen. Omdat het gewoon een heel erg groot assortiment is. Inmiddels is het de volgende dag. En vanavond gaan Marco en ik dus genieten van ons kerstdineetje voor twee. We gaan lekker kaas fondue, vinden we allebei super leuk en gezellig. En ik ben dus de vorige dag heel erg goed geslaagd bij de Action. Jullie hebben wel beelden gezien. Ze hadden gewoon erg veel toffe dingen. Dus ik kan hier sowieso de tafel heel leuk mee aankleden. Ik heb even mijn glitter sweater aan onder het mom van ik wil er wel feestelijk uitzien. Maar het hoeft nog niet helemaal in mijn kerstjurkje. Het mag ook gewoon lekker comfy. Hier kunnen jullie zien wat ik heb gehaald. Deze had ik vorige keer al gehaald. Maar die wil ik wel weer gebruiken om op de tafel te zetten. Omdat ik hem gewoon heel erg leuk vind. En ik heb ervoor gekozen voor deze tafelloper. Servetjes in goud en zilver. Ik wil een beetje een combi maken. Dan heb ik deze hele leuke schattige kaarsjes gevonden. Die ik ook tof vind om ergens neer te zetten. Het kaasfondue-pannetje komt op deze schattige pannenlap. Dit leek me heel erg leuk om bij het raam te hangen. Want dit zijn van die hele fijne sliertjes. En die kun je dan zeg maar zo ja, naar beneden laten dwarrelen eigenlijk. Maar ik weet niet zeker of die daar passen. Dus dan moet ik even kijken. En hier ben ik ook heel erg enthousiast over. Want dit vind ik super leuk voor bijvoorbeeld de tomaatjes. En de stukjes paprika, de champignonnetjes. Om dan te gebruiken voor de kaasfondue. En dat plankje zit er dus ook bij. Hoe leuk ziet dat eruit? En deze étagère kon ik ook niet laten liggen. Want die is mega leuk om bijvoorbeeld ja, wat gebakjes en zo op te leggen. Dus niet per se voor de kaasfondue. Maar ik zag bijvoorbeeld ook deze leuke rendier maltesertjes. Ik kon het gewoon niet laten om die mee te nemen. Die lijkt me ook heel erg lekker. Crunchy creamy. En ik zag deze mega zuurstok. En die lijkt me leuk om straks in de kerstboom te hangen als we die gaan opzetten. En wat ik ook wel een leuk idee vond was om het menu hier op te schrijven. Want ik heb zelf krijtjes. Dit is namelijk krijtbord. En mijn favoriete mokken, jullie hebben ze al vaker gezien, komen ook van de Action. Dus die gebruik ik natuurlijk om de koffie in te schenken vanavond. Het wordt al een beetje donker, dus ik doe deze even aan. Deze heb ik vorig jaar gehaald bij de Action. Maar die hebben ze volgens mij dit jaar ook weer. Het werkt gewoon op batterijen. Kijk hoe gezellig. Leuk toch? Ik heb toch wel een beetje kerstsfeer in huis. Kerstster gehaald vanmiddag. Kan niet meer stuk, joh. Om even goed in de kerststemming te komen, gaan we natuurlijk voor deze. Als eerste ging ik aan de slag met de tafelloper. En ik kwam me toch tot een ontdekking, jongens. Oh, wat ideaal. Jongens, hoe fantastisch. Ik had helemaal een schaar. Maar deze heeft gewoon een kartelrandje. En daarna vond ik het tijd om alvast wat kaarsjes aan te steken. Om gelijk wat sfeer op de tafel te brengen. En wat vervolgens eigenlijk nog het meest lastige was, was om te bedenken wat ik waar wilde neerzetten. Dus ik ben wat gaan schuiven. Ik haalde er steeds wat dingetjes bij. En dan haalde ik het weer weg. Dan heb ik even een kerstster neergezet. Dat vind ik wel leuk voor een beetje kleur. Dit is de rode wijn die we gaan drinken vanavond bij de kaasfondue.
Dan kaarsjes. Dat zorgt altijd voor sfeer. En deze is trouwens zo leuk, hè jongens. Want kijk, er zit ook echt zo'n sterrenreliefje in die plank. Dus het kan ook niet verschuiven. Super makkelijk. Marco is nu met het lichtsnoer bezig. Om te kijken wat we daarmee kunnen doen. We hebben hem nu eventjes zo bij de lamp. Dat ziet er ook wel leuk uit. Alleen dat batterijkastje. Even serieus, kijk hoe leuk deze staat. Het is kerstig, maar doordat het gewoon wit is, is het ook nog best wel chic. Ik vind het zo leuk op onze salontafel. Jam. En dit kan alleen mij overkomen als ik net de tafel mooi heb gedekt, hè. Maar goed. Anyways. We gaan bijna eten. Het ruikt hier verrukkelijk. De kaasfondue is doing well. Met kruidnagel en komijn, hè. Ja, ik heb een heel klein beetje tabasco gemaakt. Wel lekker, ik hou van pit. En dit is met Emmentaler kaas en met kweer, hoe heet dat ook weer? Gruyère, hè? Zal ik een klein beetje tabasco bij doen of zo? Heb je toch net gedaan, schat? Een klein beetje? Ja, mag. Klein beetje. Je moet hem eerst eigenlijk proeven trouwens, dat is wel iets een idee. Oké, okay. Let's taste. Ja. Klein beetje, toch nog? Tadada. Oh, dat ziet er toch heel schattig uit. Maar je kan dit natuurlijk ook gewoon doen met, ja, gewoon lekker nijtjes, zeg maar. Maar goed, wij doen het nu met de groenten. Nou, schatje. Proost. Laten we lekker gaan eten. Hij bubbelt nog lekker, zeg. Goh, je hoort het ook. Moet je maar luisteren. Oh. Love it. Food porn. En toen was het eindelijk tijd om te eten. Het rook echt heel erg lekker. Naar kaas natuurlijk. Als je een kaasfan bent, dan weet je vast hoe verleidelijk die geur is. En zoals je ziet, ik vind kaasfondue altijd zo grappig. Omdat het heel erg chewy wordt. Dus je kan het eigenlijk niet mega charmant eten. Maar dat maakt het wel heel erg gezellig. En heel knus dat je gewoon een beetje dipt uit hetzelfde potje. Ik weet niet, het heeft wel iets. En we hebben lekker bijgekletst. Was super leuk. Daarna een kop koffie. Koffie is echt, jullie weten het vast al, wij kunnen niet zonder. En deze mokken zijn gewoon heel erg schattig. En we namen ons favoriete ijs erbij. En ook een lekker snoepje van de nieuwe schaal die we hebben. Die middelste zijn dus die rendierchocolaatjes van Malteser. Echt lekker. Nou, wij hebben echt heerlijk gegeten en het was ook super gezellig om zo al een beetje in de kerststemming te komen. En dat kon echt heel erg goed omdat het gewoon super betaalbare items zijn. Heel leuk dat je op die manier al gelijk je huis een beetje in kerstsferen kan decoreren en de tafel mooi kan opmaken en zo. Dus ik vond het heel erg leuk. Als je ook benieuwd bent, je kunt ook op de website kijken www.action.com wat ze allemaal precies hebben. Dan hoop ik dat dit jullie ook een beetje inspiratie heeft gegeven om jullie eigen tafel te decoreren. En ik ben benieuwd of jij misschien nog een dinertje organiseert met vrienden of familie. Laat het vooral hieronder achter. En alvast heel veel voorpret. Ik vind de voorbereidingen voor de feestdagen misschien wel even leuk als de feestdagen zelf. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei doei!